Welkom. In deze video gaan we het hebben over de regeling van de longventilatie. De vorige video ging over de longventilatie zelf. Ik heb je laten zien hoe de inademing en de uitademing werkt. In deze video gaan we kijken wat nou bepaalt hoe vaak je per minuut ademhaalt of hoe diep je ademhaalt. Nou, hier zien we het schema van die longventilatie. We zien een paar variabelen staan. We zien het zuurstofgehalte hier staan. We zien het CO2gehalte hier staan en we zien de pH hier staan. Uh, het zouden alle drie prima variabelen zijn die kunnen dienen als prikkel om de ademhalingsfrequentie op aan te passen, maar alleen CO2 en de pH die wordt ook daadwerkelijk gebruikt. Het zuurstofgehalte in het bloed wordt niet gebruikt als maat om de ademhaling op aan te passen. Op het moment dat het CO2-gehalte bijvoorbeeld gaat stijgen in het bloed, dan wordt dat gemeten door receptoren, zogenaamde chemoreceptoren. Een chemoreceptor is een receptor die bepaalde chemische stof kan binden. En dus daarmee de concentratie van die stof kan meten. Die chemoreceptoren die zitten in dit geval voor CO2 in de aorta en in de halsslagader. En die gaan hun informatie richting het controlecentrum, het ademcentrum in de hersenstam sturen. En op het moment dat daar die informatie aankomt dat het CO2-gehalte aan het toenemen is, dan zul je zien dat die ademfrequentie stijgt en het ademvolume stijgt. Dus op het moment dat jij aan het sporten bent, aan jouw spieren gaan meer CO2 maken. Jouw ademhalingsfrequentie die zal gaan stijgen, dus je gaat vaker ademhalen per minuut. En je zult ook merken dat je steeds dieper gaat ademhalen naarmate je actiever bezig bent. Het CO2-gehalte, dat, dat CO2 dat gaat oplossen in het bloed voor een deel, en dat zorgt ervoor dat de pH van het bloed gaat dalen. In de volgende video ga ik wel uitleggen hoe dat werkt, maar het CO2, dat CO2 lost op en dat zorgt voor een pH-daling van het bloed. En ook die pH die kan worden gemeten. Uh, ook dat uh, wordt gemeten door chemoreceptoren in de hersstam in dit geval. Maar ook door diezelfde chemoreceptoren in de oort- en de halsslagader. Dus ook een pH is een prima maat. Uh, en zegt eigenlijk min of meer hetzelfde CO2 gehalte. En dat zorgt eigenlijk voor dezelfde reacties. Dus als het bloed pH daalt, stijgt de ademfrequentie en stijgt ook het ademvolume. Het schema werkt natuurlijk ook de andere kant op. Op het moment dat het CO2-gehalte daalt en de pH die stijgt, dan zal de ademfrequentie dalen en zal het ademvolume ook dalen. Nou, wat is dan met dat zuurstof? Het staat er namelijk wel in, maar dan met een stippellijntje. Alleen als het zuurstofgehalte extreem laag is, denk bijvoorbeeld hoog in de bergen, dan kan zuurstof een ademprikkel vormen. Dus Normaal gesproken voor ons is CO2 en eh, de pH van het bloed, dat zijn de ademprikkels. Ja, neem CO2 maar als, als standaard voorbeeld. Zuurstof wordt pas een ademprikkel bij extreem lage zuurstofgehaltes. Ja, en onder normale omstandigheden uh, is dat voor ons niet, uh, niet relevant. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. Mocht je vragen hebben, zet ze weer onder de video. Ga ik ze zo snel mogelijk beantwoorden. Mocht je op de hoogte willen blijven van de volgende video's, klik dan hier op het logo. En ik zie jullie de volgende keer. Tot dan!